De Milieudienst Rotterdam-Rijnmond constateerde namelijk al langere tijd in de regio een verhoogde concentratie benzeen. Dit is een kankerverwekkende stof. Verspreid door het Rijnmondgebied staan meetstations om zo allerlei schadelijke stoffen te meten in de lucht. Zo staat er ook een meetstation in Maassluis, midden in de woonwijk, om daar de giftige stoffen van de overkant van het water, de botlek, eventueel op te merken. Met dit apparaat meten we benzeen. Dit is het meetpunt Maassluis. Dit apparaat meet de lucht. En vervolgens kunnen we de resultaten zien op onze internetsite. Dat kan iedereen ook volgen. Het oranje deel is boven de norm en het gele deel is onder de norm. Maar met het meetstation van de Milieudienst kwam men niet veel verder dat er ergens in de botlek lekkages zijn van benzeen. Dus werd een onafhankelijk Engels bedrijf ingehuurd om te weten welke bedrijven nu precies de kankerverwekkende stof aan het lekken zijn. We zitten weliswaar onder de norm, maar we vinden dat benzeen moet je zo minimaal mogelijk in de lucht hebben. Daarom hebben we onderzocht of we benzeen nog verder terug kunnen dringen. Met behulp van een compleet nieuwe techniek en investeringen van tienduizenden euro's kreeg de Milieudienst deze plaatjes en grafiekjes te zien. Het is een onderdeel uit het rapport van het Engelse onderzoeksbureau, waarin de bedrijven Vopak, Esso en Odfjell werden gecontroleerd. Nog voordat het rapport kon uitkomen van de Milieudienst Rotterdam-Rijnmond waarschuwde de Milieudienst het bedrijf Odfjell al, omdat een grote hoeveelheid benzeen lekte. RTV Rijnmond kreeg als eerste inzage in dit rapport en daaruit blijkt ook dat er grote hoeveelheden benzeen lekken. De arbeidsinspectie legde recent het bedrijf nog stil vanwege de lekkages en men kijkt nu of het bedrijf strafrechtelijk kan worden vervolgd. Ook de Milieudienst houdt het bedrijf scherp in de gaten. We zijn zo streng dat we zeggen dat Odfjell ook al voldoet aan de vergunning toch meer moet doen. En wat moeten ze dan meer doen? Wat Odfjell meer moet doen is zorgen dat de afsluiters goed dicht zijn. Dat er als het ware geen benzeen meer uit de tanks en de leidingen kan lekken. Dat de Milieudienst nu zo gericht kan handhaven is allemaal mogelijk door compleet nieuwe technieken. En onder andere de aanschaf van een camera van 70.000 euro. Met deze camera kunnen we vluchtige dampen zichtbaar maken. Dampen die zijn voor het oog niet zichtbaar, maar met deze camera kunnen we dus die dampen heel mooi in beeld brengen. En vervolgens kunnen we met het bedrijf afspraken maken over het repareren van die lekken. En met die nieuwe meettechnieken kunnen ze dus precies bepalen hoeveel benzene vrijkomt, zoals op dit plaatje te zien bij Odfjell. Daarmee kunnen ze dus exact ook bepalen waar het allemaal vrijkomt. Zo zou je dus bij deze tank ter illustratie dit beeld kunnen krijgen. De Milieudienst is dusdanig tevreden over de nieuwe techniek dat ze binnenkort meer bedrijven in onze regio gaan controleren om zo de lekkages van schadelijke stoffen nog verder terug te dringen.